Jaarlijks wordt op 25 april vandaag dus de internationale Girls in ICT Day gevierd. In Suriname heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in samenwerking met de Telecommunicatieautoriteit Suriname deze dag in Brokopondo gevierd. De dag is gewijd aan het aanmoedigen van meisjes en jonge vrouwen om een carrière na te streven op het gebied van informatie, communicatie en technologie, ICT. Volgens Wendy Apatjou, directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS, hebben zij huishoudelijke statistieken gepresenteerd waar te merken is dat het district heel laag heeft gescoord als het gaat om het gebruik van en toegang tot ICT. Wat een van de redenen is voor de viering van deze dag in Brokopondo. We hebben de afgelopen jaren, vooral in het kustgebied, Girls in ICT Days gehouden in Paramaribo, in Coroni. En dit jaar, met het oog op hoe de ontwikkelingen er steeds meer gebeuren in het binnenland, hebben we dus ook een keer besloten om uit de kustvlakte te gaan en richting het binnenland te gaan. En Brokopondo is dus de eerste plek. Waar we dat hebben gedaan. Natuurlijk ook omdat het eigenlijk de eerste keer is dat we buiten het kustgebied gaan. Dus qua organisatie was dat iets uitdagender. Maar het ligt de bedoeling dat wij dat vaker gaan doen. Omdat wij ook hebben gemerkt, en we hebben recent, vorige week, als ik me niet vergis, de huishoudstatistieken van ICT gepresenteerd. En uit die statistieken bleek dus ook duidelijk dat Brokopondo als een van de districten niet in de kustvlakte, minder hoge scores heeft in vergelijking met de kustvlakte. Minister Oerai Kitramsaran van TCT geeft aan dat ervoor gezorgd moet worden dat de achterstand wordt ingelopen tussen het achterland en de districten zoals Paramaribo en Wanica. Vice-president Ronnie Brunswijk zei dat internet onderdeel is van ICT en dat internet raadplegen niet alleen betekent dat je de hele wereld kent, maar ook dat jij je moet inzetten en gaat moeten bijleren. Dus één, ja, we gaan ervoor om alle jonge dames in Suriname starten met Brokopondo de nodige ICT-training te geven. Separaat daarvan weten wij dat onze ICT-wereld aan het verder ontwikkelen is. Als we kijken naar innovatie, als we kijken naar efficiëntie, dan zal ieder leunen richting ICT. Als we kijken naar Suriname, hoeveel webhelps we intussen al hebben. Telecommunicatie is aan het groeien. Ons internetsysteem is aan het bloeien. Als we dan kijken naar de manier hoe wij momenteel ICT aanpakken, simpelweg dat je vanuit je mobiel al zou kunnen uitprinten, dat je via je mobiel al management zou kunnen uitvoeren, dan is het ja, zeer belangrijk dat er ieder wordt meegenomen. En als ministerie van TCT, meer nog als deel van de regering, zullen wij geen genderdiscriminatie tolereren. Vanaf vandaag ook wil ik de organisatie bedanken die deze girls iets meer gaan bijleren. Vandaag gaan jullie nog kennis maken met een aantal andere technieken die je kan toepassen bij ICT. Dat ga je vandaag ook bijleren. En dat vind ik geweldig. Maar wat ik wil zeggen is dat ICT de wereld heeft overgenomen. Vroeger had je van die typemachine, dan ga je typen. Maar vandaag aan de dag, vanuit je iPhone, je telefoon, kan je alles doen. Het thema van de viering van de Girls in ICT Dag dit jaar is leiderschap. Om de cruciale behoefte aan sterke vrouwelijke rolmodellen in carrières in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, oftewel STEM, te onderstrepen.